Welkom bij Podium Bollestreek, een programma geheel in het teken van kunst en cultuur in de Bollestreek. Met gasten aan tafel uit de theater- en de muziekwereld, schrijvers, boekenexperts, kunstenaars en gasten die alles weten over de historie van onze dorpen. We beginnen met De Winterreis, een voorstelling geproduceerd door Kunstklank. Vorige week was Herman van Piekeren, de artistiek leider hier te gast. En vandaag ga ik praten met Koen Marijt, historicus die ook een bijdrage levert aan dit project. Want voorafgaand aan de voorstellingen gebeurt er iets bijzonders. Je noemt dat een proloog. En dat gaat over de verzetskrant. Maar jij kunt er veel meer over vertellen. Je hebt ze ook voor je liggen, we gaan ze ook bekijken. Waarom wilde je bijdragen aan de voorstelling? Ben je gevraagd? Bood je jezelf aan? Nou, ik ben gevraagd om een bijdrage te leveren. De afgelopen jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in de historie van Noordwijk. Ja. Met name ook over de Tweede Wereldoorlog. En zij wilden een verhaal maken geïnspireerd op De Winterreis van Schubert. En dan wilden ze dan over de laatste winter, de hongerwinter, ook daarin verwerken van de oorlog. En toen kwamen ze uiteindelijk, denk ik, bij mij zo terecht. Terecht, een jonge historicus, dat maken we niet vaak mee in het dorp. Nee. Dus daar moeten we gelijk gebruik van maken, tuurlijk. Die proloog vindt plaats op Santa Maria. En ik vroeg me af, waarom daar? Nou, daar is een hele duidelijke reden eigenlijk. Hilversum 3, dat was de verzetskrant die in augustus 43 is bedacht, opgericht. En dat gebeurde allemaal op Santa Maria. Maar waarom daar? Hun vader, de verzetskrant werd door 4 jongens opgericht. Ja? Jan, Jaap, Theo en Leo. En Jan en Jaap waren broers van elkaar. Studenten medicijnen. En hun vader was geneeskundig directeur bij de Santa Maria. Aha. En die woonde dus daar in een huis. Ja. Ja. En waarom was het nodig een verzetskrant te maken? Nou, er zijn eigenlijk 2 aanleidingen tot het oprichten van die verzetskrant. Voor de jongens in ieder geval. En was het jongensboekenspanning of meenden ze het serieus? Nee, ze meenden het serieus. En tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de Nederlandse pers, je moet denken aan radio en aan de kranten. Televisie bestond nog niet, internet zeker nog niet. Dus de radio en de kranten die kwamen onder de Duitse censuur. Dus de Duitsers controleerden alles wat er in de kranten geschreven werd. Je had nog wel radio en je kon op een gegeven moment nog wel via de BBC naar Radio Oranje luisteren. Maar in 1943 kwamen de Duitsers met een maatregel. Ze waren namelijk bang dat er te veel verzet via Radio Oranje zou worden gepredikt, om het zo maar te zeggen. En toen hebben zij een besluit genomen om alle radiotoestellen in Nederland te laten inleveren. Ja, je moest dat inleveren. Ja. En die jongens, hun vader die hield de radio geheim, die hield die achter. En mensen konden dus vanaf dat moment, want degene die wel dus die radio inleverden, konden dus alleen nog maar die Nederlandse kranten en Nederlandse radiostations die onder Duitse censuur stonden, konden ze die lezen en beluisteren. En die jongens wilden eigenlijk het echte nieuws willen ze vertellen. De waarheid wat via Radio Oranje dus werd verteld. De naam vind ik zo wonderlijk. Ik vind het Hilversum 3, want het werd later natuurlijk een radiozender. Was het ook om die reden? Was er al Hilversum 1 en 2? Ja, Hilversum 1 en 2 die bestonden al. Dat waren 2 Nederlandse radiozenders die dus onder die Duitse censuur stonden. En zij zochten eigenlijk een naam voor die verzetskrant. En zij wilden de waarheid vertellen. Ze wilden het andere nieuws vertellen. Ja. En zodoende kozen zij voor Hilversum 3. Ja. Ja. En wat gaat er nou in die proloog eigenlijk gebeuren dan? Want de proloog bestaat uit een wandeling en een muzikaal intermezzo, om het zo maar even te zeggen. Het is een proloog op de winterreis die straks begin maart bij drukkerij Buizen gaat plaatsvinden. Ook die plek is niet zomaar gekozen. Maar want die verzetskrant? Die verzetskrant is in 1944 ook gedrukt bij Buizen. Ja. En de wandeling over landgoed Santa Maria zal dus langs het huis van die dokter gaan. Binnen in het huis worden een aantal muziekvoorstellingen van Schubert gespeeld. Aha. Echt als een proloog op die winterreis. Ja. En we zullen een hele kleine, maar wel hele interessante wandeling over het landgoed maken, omdat er in de oorlog best wel het een en ander gebeurd is. Oh, ook nog. Ja, de inwoners die moesten op een gegeven moment moesten evacueren. Schuin tegenover het landgoed lag vliegveld Ruigenhoek, militair vliegveld. Ja. Duitse militairen zijn ingekwartierd op het landgoed. Dus er is genoeg over te vertellen. En dat verhaal wordt ook in de proloog verteld, als het ware. Je zei het al, de krant werd gedrukt bij Buizenpers. Dat was natuurlijk ook linkerzoek. Zeker, ja zeker. En de jongens zijn begonnen in augustus 43. Op landgoed Santa Maria. En dan kun je het verschil zien. Misschien kun je het even zeker, laten zien. Zeker. Want dat begon met een
Een gestenselde versie. En dit is al een latere versie. Ja, je ziet het voornamelijk aan de achterkant. Dus het werd getypt. En later met een stencilmachine werden dus kopieën van gemaakt. Ja, ja. En op een gegeven moment hebben ze in 1944 hebben ze dus contact gezocht met uitgeverij Buizen. Buizen die drukte al het een en ander. En zij vroegen dus een van de bekendste drukkers hier in de regio of zij dit krantje wilde drukken. En dat was natuurlijk met gevaar voor de jongens, want die moesten elke keer vanaf Santa Maria met de fiets naar Noordwijk. Maar het was ook een gevaar voor de drukker zelf. Er is één keer een inval geweest toen heeft de drukker een aantal kopieën snel in de kachel gegooid. Zodat de Duitsers in ieder geval niet zagen dat daar gedrukt werd. Ja. Want wat staat hier nou voorop? Ik pak het heel voorzichtig beet. De nieuwe aanslag. Ja, dat zijn dus nieuwsberichten die via Radio Oranje naar buiten kwamen. Ja. Die jongens zaten dan bij hun huis op de Santa Maria, beluisterden ze dus stiekem die radio, Radio Oranje. Ja, en zij noteerden dus ieder één zin en tezamen maakten ze dan dit verhaal ervan. Dus alle nieuwsberichten van buiten. Dus ze schreven als het ware mee? Ja, ze schreven mee en dan maakten ze later één exemplaar dan van. En waar werd deze krant dan bijvoorbeeld bezorgd? In de hele regio. Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Lisse. Er zijn verschillende mensen betrokken bij geweest. Een aantal dames op de fiets die dan in hun fietstas die krantjes meenamen. Ze moesten ze door de Duitse posten heen ausweis laten zien of persoonswijs laten zien. En dan mochten ze door. Ja. En uiteindelijk, en dat maakt het verhaal zo indrukwekkend en zo boeiend, is dat ze op een gegeven moment ook door Amerikaanse piloten die ondergedoken zaten ook nog geholpen zijn. Ze hebben geholpen bij het drukken, bij het maken. Want op een gegeven moment was de elektriciteit afgesloten. Dus moest met een drukpers handmatig moest het gedrukt worden. Nou, de Nederlandse bevolking was op dat moment in 1944 aardig verzwakt. Die sterke Amerikanen die waren er wel. Dus een van die Amerikaanse jongens ging dus met gevaar voor eigen leven vanuit zijn veilige schuilplaats ging die dus naar de drukker toe om daar handmatig te drukken. En daarnaast heeft hij dus ook heel veel krantjes bezorgd in de regio. En er was nog kleur zo te zien. Ja, er was nog kleur. Papier en inkt was schaars. Maar blijkbaar hebben ze toch hier aan kunnen komen. En het ging op verschillende manieren. Of sommige mensen hadden nog papier ergens liggen. Mm-hmm. En die gaven ze dan aan die drukker. En wat interessant is ook bij de drukker, maar dat wil ik nog verder uitzoeken. Ja. Dat de drukker, die drukte ook andere zaken. Circulaires voor de gemeente, et cetera. En werd dit allemaal eigenlijk daartussen stiekem ook gedrukt. Oh, ja. Jeetje, wat een spanning moet daar. Ja, zeker. Het klinkt toch een beetje toch nog als een spannend jongensboek. Mm-hmm. Maar het was natuurlijk veel gevaarlijker. Zeker, dan dat. Ja. Zeker. Dat veel moediger mensen in die tijd. Ja. Ik wil toch even laten zien, want we lieten het voordat we begonnen even zien, dat er ook een kersteditie was met een prachtige Hilversum 3 en dan de kerstster als het ware schijnend. Ja. En ik vroeg, wat zit daarin? Daar werd dus de kersttoespraak van de koningin in. Ja, aan het, helemaal aan het begin. Dus, en al die tijd schreven ze dus mee? Ze schreven dat allemaal mee, dat mee en aan het begin kwamen dus voornamelijk de nieuwsberichten erin. Op een gegeven moment in 1944 zie je een explosie aan verzetskranten. En dat heeft dus allemaal te maken met het inleveren van de radiotoestellen in 1943. Ja. En dan denken die jongens, nou weet je wat we eigenlijk missen bij al die verzetskranten? Toespraken van belangrijke mensen. Dus van de koningin, die in Engeland zit. Maar ook van generaal Eisenhower, van Winston Churchill. En die komen dan allemaal hierin. Wat fantastisch dat ze er nog zijn. Zeker, ja. Deze is bewaard. Het is heel broos origineel, allemaal. Allemaal van Hans Buizen. Van de, die had ze nazaat van de echte Buizen. Ja. Ja. Het is belangrijk. Vrijheid is belangrijk. Maar ook de vrijheid van meningsuiting zeker, is belangrijk. Ja. Dus dit gaat ook naar de scholen in Noordwijk. Ja, wij zijn op dit moment bezig ook met het Noordgo-college om een verzetskrant 2.0 te maken. Dus hoe zou zo'n verzetskrant er nu tegenwoordig uitzien? Wat interessant is, als je het vergelijkt met het krantje zoals we die hier voor ons hebben, is dat de jongens wilden dus de waarheid vertellen. Ze wilden dus niet het nieuws wat de Duitsers vertelden, maar ze willen zelf luisteren, zelf beoordelen, zelf bronnenkritiek toepassen. En dat is een beetje te vergelijken met het fake nieuws wat wij tegenwoordig hebben. Actueel, ja. En dat is dus ook een van de thema's die we hopelijk in het krantje gaan terugzien. De studenten of de leerlingen die maken het krantje zelf. Ja. Met allerlei invloeden, of ze nou het over fake news hebben of over vrijheid, wat houdt vrijheid in? Ja. Wij zijn allemaal geboren hier in vrijheid in Nederland, maar hoe zit het in het buitenland? Is iedereen vrij tegenwoordig? Dat zijn allemaal thema's. En onder de deskundige leiding van een aantal docenten gaat dat denk ik iets heel moois opleveren. Ja, en ze moeten er natuurlijk mee bezig zijn, want hoe onderscheid je nou echt nieuws van fake nieuws? Ja. En wat...
welke berichten horen wij de hele dag door waarvan je denkt, ja, ik zou het toch anders formuleren? Ja, zeker. Ja. En is daar dan speciaal een leerkracht bij die daar wat van af weet? Er zijn een aantal leerkrachten betrokken. Iedereen heeft zijn eigen expertise, om het zo maar te zeggen. Er zijn leerlingen van Klaas Stuifbergen, die geeft onder andere tekenen. En die gaan dus echt bezig zijn met de vormgeving. Ja. Er is nog een speciale vormgeefklas, zo noem ik het maar even. En die gaan echt, want dit is ook prachtig vormgegeven, maar hoe zou dat dan nu eruit zien? En dan zijn er ook docenten geschiedenis en Nederlands bij betrokken. Dus die weten van het een en ander. En die hebben natuurlijk ook kennis van de maatschappij. En hoe dat nieuws tegenwoordig tot uitdrukking hier komt. Ja. En wat gaat er dan met die verzetskrant gebeuren? Die verzetskrant die wordt gegeven aan iedereen die naar de winterreis komt. En dan krijg je 2 exemplaren mee. Okay. 1 mag je zelf houden en de ander mag je doorgeven. En dat heeft dus ook weer met die historie te maken van deze verzetskrant. Want zoals je nu een krantje hebt en je leest hem en je gooit hem in de papierbak. In die tijd werd het gelezen en werd het doorgegeven aan buren, kennissen. Natuurlijk moesten die niet... weggooien was natuurlijk ook een risico voor. Weggooien was ook... Het was of verbranden of doorgeven. En je wilde het nieuws zoveel mogelijk verspreiden onder de mensen. Ja, mooi. Jij gaat er nog meer over vertellen dan je nu hebt gedaan op Santa Maria. Wanneer is dat precies? Zaterdag 8 februari. Oké. Ja. En dan kunnen mensen zich nog voor opgeven, want het is een beperkt hoeveelheid. Ja, er zijn 3 groepen op een dag. Volgens mij uit mijn hoofd zijn er in totaal iets van 100, 150 kaarten beschikbaar. En ze kunnen allemaal via kunstklank.nl kunnen ze kaarten bestellen. En dan krijgen ze dus al echt een proloog op die winterreis. Jij gaat iets vertellen en er wordt gemusiceerd. Ja, al een voorproefje van de show. En wat leuk is, een aantal weken geleden was ik op de Sancta. En als je daar staat, dan krijg je echt het verhaal mee. Dan gaat het echt leven. Dus ik zou zeggen, kom allemaal langs. Nou, mooie oproep, waarom niet? Interessant. Dankjewel en een goede dag gewenst bij die poloog. En ook bij de voorstelling. Ja. Wat heb je daar nog een rol in? Ik heb een adviserende rol. Nou, heel belangrijk. Heel belangrijk. Dankjewel. Goed bereid. En wij gaan naar het object. En dat is dit keer in Warmond. En het heet Oude Cellen.